Vanavond zijn we bij de Muziekgieterij. In de nieuwe zaal zijn we welkom voor het evenement georganiseerd door Demo Productions in het kader van hun 20-jarig bestaan. Maar ze vieren ook nog veel meer en dat zien wij hier. Ja, vanavond tijd voor feestje. We staan 20 jaar. We hebben een bedrijf overgenomen in België. En het wordt tijd voor een nieuw logo. Dus drie redenen om een feest te houden. Nou, eerst worden mensen welkom eten met een drankje. Of daar is een hapje ook voorzien. En dan gaan ze een presentatie geven. Het verleden, heden en toekomst. En daarna gewoon gezellig samen zijn. Dat is een entertainment. En Muziekgieterij, de nieuwe zaal waar we het feestje gaan houden, is de eerste keer dat een evenement gaat plaatsvinden. We zijn op dit moment de zaal in het richten voor de komende periode. Want in september gaat het pas open. Maar wij hebben de eer om hier het allereerste evenement te mogen draaien. De zaal is qua capaciteit heel anders. De oude zaal is 650 en deze zaal is 1100. En het allerbelangrijkste van deze zaal is dat die enorme clearance heeft, een enorme hoogte. En hoe hoger het de zaal is, hoe beter het geluid zal klinken en hoe groter de geluidsset is wat je erin kunt hangen. Waardoor je dus door een groter geluid kun je ook grotere bands boeken. En dat hebben wij in september met Triggerfinger, Deus, Duncan Lawrence, die komt, hebben dat al gedaan. Dus je ziet steeds door die grote zaal, krijg je steeds grotere artiesten en krijg je ook steeds meer publiek. Ik ben nu zelf 5 jaar betrokken bij de Muziekgieter, maar heb begrepen dat Demo echt een van de eerste partners is van de Muziekgieterij, ook in de Bankenstraat vroeger. En Demo heeft ons de afgelopen jaren al die tijd altijd goed geholpen en goed van dienst geweest. En Demo gaat alle dingen geluid van de nieuwe zaal doen. Een beetje hangt er al, maar dat komt nog heel veel aan en we zijn daar heel blij mee. Dus toen Gianni vroeg van mag ik jullie zaal gebruiken als eerst om opnieuw te presenteren aan het publiek na 20 jaar. Ik zei van nou ja, niet maar guest. We gaan het dadelijk beleven. Vanavond een voorproefje. Ja. Ik heb mijn eigen bedrijf altijd gehad en 5 jaar geleden ben ik Gianni tegen het lijf geroepen. Omdat ik op zoek was naar een collega-bedrijf dat mij kon ondersteunen in mijn ding wat ik deed. En ondertussen is er al een hele mooie samenvloeiing gekomen, samenwerking in dingen die zij niet kunnen, die ik wel kan. Hoofdzakelijk modeshows, podiumbouw, overkappingen, dat is mijn ding. En zij doen dan meer licht en geluid, dus we vullen elkaar super aan. Dus dit soort... Overdekte podia's, podiums voor concerten, van die dingen allemaal. We hebben al voor de afgelopen 4 jaar verschillende klanten samen gedaan. Gelijk Bruis hebben we samen gedaan, de Fashion Clash doen we hier in Maastricht. Dus we hebben een aantal klanten die we al samen doen. Wil je meer van onze video's zien? Abonneer je dan nu op ons YouTube-kanaal. Like onze Facebook-pagina en volg ons via Instagram.